Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. President wisselt van gedachten met actievoerende leerkrachten. Meteorologische dienst voorspelt nog meer neerslag. Bureau Intellectuele Eigendom organiseert informatiesessie voor vrouwelijke ondernemers. En president installeert studiegroep voor duurzame ontwikkeling gasreserve. Leerkrachten verenigd in de actiegroep Visastree zijn op woensdag 26 april naar het kabinet van de president getogen. President Chandrika Persat Santokhi heeft bij deze gelegenheid een onderhoud gehad met vertegenwoordigers van de actiegroep. Daarbij was er afgesproken om vandaag 27 april wederom bij elkaar te komen met de aanwezigheid van enkele ministers. Wij spraken Natasha Benanon, directeur administratief en technisch beheer van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Ja, er is over allerhande zaken gesproken, met name over de toelagen zoals permanente educatie en de toelagen voor afstandsonderwijs. Voorts is er ook gesproken over de situatie die ze meemaken in het binnenland. Verder ook zaken die onderwijsinhoudelijk zijn, zoals het doorstroombeleid. Men vraagt extra aandacht daarover. En men heeft gesproken over de leefomstandigheden in het binnenland, de erbarmelijke omstandigheden waaronder ze moeten wonen en werken. Dat is, ter tafel nog komen. Ja, dus de clusters van ministers heeft de leerkrachten dus aangehoord. Er is heel veel afgesproken in de zin van dat er weer bilaterale gesprekken zullen volgen met de groep van de leerkrachten. Het ministerie is bekend met de problemen van de leerkrachten. En u begrijpt dat er integrale aanpak nodig is als je de problemen wil oplossen. Sommige van de problemen die zijn gewoon problemen die problemen waarvan je kan zeggen van oké, dat kan alleen door het ministerie worden opgelost. Maar sommige van de punten, die zijn toch wel zaken waarbij je het ministerie van Binnenlandse Zaken nodig hebt. Het ministerie van Volksgezondheid, om dus zaken te bespreken en op te lossen. Er zullen waarschijnlijk samenwerkingen aangegaan moeten worden met de medische zending. Want een van de punten die is aangehaald is dat als er iets met een leerkracht gebeurt in het binnenland, dan moet men extra betalen aan medische zending, omdat er geen samenwerking is tussen staatsziekenfonds en medische zending. Dus op dat gebied zal er toch wel gesproken moeten worden op dat niveau voor een samenwerking, zodat leerkrachten die aangestoten zijn bij SZF, dat ze toch wel gebruik kunnen maken van de diensten van de medische zending. Morgen om 9:00 een gesprek met de groep, omdat er toch wel punten waren die bilateraal afgestemd moeten worden. Ik heb dan ook nog functionarissen van het ministerie, zoals BBO en PZ, om meteen die zaken aan te pakken. Zaken als de toelagen die nog niet verwerkt zijn. Daar moet meteen de instructie voor worden gegeven en dan meteen worden afgehandeld. Dus zijn zaken die misschien extra aandacht nodig hebben, die meteen kunnen worden opgelost. Suriname mag in de komende periode nog meer neerslag verwachten. Zo voorspelt de meteorologische dienst. Meteoroloog Dwight Samuel zei tijdens een persconferentie op donderdag 27 april dat de intertropische convergentiezone voor nu nog actief blijft boven Suriname. De neerslag zal zich wel in mindere mate voordoen. Ook voor de maanden mei, juni en juli wordt er minder neerslag verwacht.
Wij brengen nu het volgende fragment uit het persmoment. Wat kunnen we verwachten? We zijn in de grote regentijd. De intertropische convergentiezone die staat er al. Dus we kunnen meer neerslag verwachten. We weten ook, er is ook aangehaald dat we overgaan in een El Niño jaar. En een El Niño jaar kenmerkt zich doordat we meerdere dagen hebben met zware, intense buien. Maar over het algemeen minder natte dagen. Als we bijvoorbeeld normaal in de maand mei 20 dagen zouden hebben met neerslag, kan het dus in een El Niño jaar dus minder dagen de neerslag speciaal minder gaat zijn. Want we gaan dus meer intense buien mogen verwachten. Dat is dus voor de grote regentijd. Wanneer El Niño zich heel sterk heeft ontwikkeld, dat verwachten we eigenlijk in de maand juni naar juli toe. Daar zullen we zeker wel meerdere droge dagen krijgen, zoals ik zeg. Maar dat wil zeggen dat we in de grote droge tijd eigenlijk grotere droogte zullen hebben. Maar we mogen nog steeds rekening houden met onweersbuien. Dat is dus over het algemeen bekeken. Dit is een verwachting, een seizoensverwachting. U ziet dat in het linker rijtje, het gaat om de maanden mei, juni en juli. Is dus een seizoensverwachting. En de algemene verwachting is dus dat we minder neerslag zullen krijgen in die drie maanden. En dan ook voor augustus, september, oktober is hetzelfde. Deze foto geeft aan de neerslag die in die drie maanden april, mei, juni in totaal gemeten wordt. Dat is wel weer. En we zien dus dat het ons een matige kans geeft met de data die we hebben van nu. Omdat we dus rekening moeten houden met invloed van La Niña die we hebben gehad. Dit zou dus een animatie moeten zijn waar we dus de gemeten neerslag hoeveelheden hadden uitgezet. Van vorig jaar tot en met dit jaar april. Maar hij loopt niet. Oké, dus ja, dit is ook even bijgezet. Over de periode 27 april tot en met 21 mei valt er naar verwachting bijna normaal tot iets onder het normale neerslag. Dit is dus eigenlijk de verwachting voor de komende weken. In de komende weken zouden de accumulaties in heel Suriname beneden het normaal zijn. Dat had ik dus ook al aangegeven aan de hand van die seizoensverwachting. Ik moet ook aangeven dat wanneer je deze weersverwachtingen geeft, dat je werkt met weer- en klimaatmodellen. En wat we dus hebben gemerkt is dat de voorspellingsmodellen, deze numerieke modellen, niet allemaal eigenlijk, ze verschillen toch wel wat van elkaar. Dat zegt aan ons dat we eigenlijk alert moeten zijn. Toch, want die modellen zijn slechts een hulpmiddel, maar uiteindelijk ben jij degene die de weersverwachting moet maken. Deze vraag. Deze opmerking krijg je dan ook. Vaker wordt gezegd van de meteodienst komt pas naar buiten wanneer het alles gebeurt. We hebben onze website. Daar worden die berichten dus geplaatst. De waarschuwingen die komen ook in de berichten. En zeker dat van wat we zondag hebben gehad, was eigenlijk zaterdag al gemeld. Dat we last zullen hebben van wateroverlast. Het was een zaterdag al. We hebben het zondag gehad en maandag. Toen er een statement werd uitgegeven, werd gezegd, ja, de meteo kwam met zijn berichten, mosterd na de maaltijd en dat soort dingen las ik. Geen dingen. Maar die website is er en men mag ook altijd bellen naar de dienst om te vragen hoe het weer zich eruit zal zien. Wat we wel hebben gedaan de afgelopen dagen, waar we aan werken, is dat we dus de lijnen met de media, voorlichtingsdienst, afdeling van het ministerie, de communicatiedienst, verschillende media,
huizen hebben we direct contact mee. Die lijnen willen we dus strakker trekken, zodat we vooraf deze info ook specifiek naar hun sturen, zodat zij hun publiek ook een beetje kunnen bereiken. Het bureau Intellectuele Eigendom heeft in verband met de dag van de World Intellectual Property Day, welke jaarlijks op 26 april wordt herdacht, een informatiesessie gehouden voor vrouwelijke ondernemers. Het doel was om deze groep bewust te maken over de intellectuele eigendommen, waarbij de nadruk gelegd is op de kracht van innovatie en creativiteit onder vrouwelijke ondernemers. Jurist Prashant Fakira, verbonden aan het bureau Intellectuele Eigendom, zegt dat World Intellectual Property Day jaarlijks op 26 april wordt gehouden, omdat het verdrag op 26 april 1970 in werking trad. Dit evenement werd in het jaar 2000 voor het eerst gehouden om het bewustzijn over de intellectuele eigendommen van ondernemers te vergroten. Elk jaar wordt er een ander thema gekozen. Dit jaar is het thema Women and Intellectual Property Accelerating Innovation and Creativity. Hiermee wordt de nadruk gelegd op vrouwen die willen ondernemen en met hun eigen handelsmerk op de markt komen. Helpdeskmedewerker Dinotra Oblijn heeft aangegeven dat er te weinig mensen bewust zijn van hun intellectuele eigendommen. Met het verzorgen van deze informatiesessie wil zij de participanten ervan bewust maken hoe zij hun handelsmerken kunnen registreren en beschermen. De participerende ondernemers waren zeer ingenomen met de informatiesessie. President Chandrika Prasad Santokhi heeft op woensdag 26 april een studiegroep ontwikkeling gasexploitatie geïnstalleerd die als opdracht heeft meegekregen een alomvattende strategie op basis van inzichten, ervaring en deskundigheid te bedenken. Dit zodat de aanzienlijke gasvoorraden, die het potentieel hebben om de economie te transformeren en het Surinaamse volk welvaart te brengen, uiteindelijk op een verantwoorde en duurzame manier worden geëxploiteerd. Wij spraken Willem Bloem, voorzitter van deze studiegroep. Een groep van ruim 20 personen met expertise op dat gebied van gaswinning en elektriciteitsproductie en aanverwante sectoren. Die zijn vandaag door de president uitgenodigd om deel te nemen van zo'n studiegroep. Wij hebben dat net gehoord van de president. We waren allemaal vereerd, althans de mensen die hier aanwezig konden zijn. Er zijn een aantal mensen voorgesteld in absentia. Die hebben ook akkoord gegaan, wat ik begrijp. Dus we hebben een hele enthousiaste groep die aan het werk wil gaan. We gaan regelmatig meetings hebben hier op het kabinet van de president. En dan hopen wij daar in een periode van 3 tot 6 maanden met beleidsvoorstellen te komen voor de overheid, voor de regering, de president en ministers. Om dus te bekijken hoe wij dit land... als beste kunnen ontwikkelen. Dan hebben wij het dus over productie van gas uit de offshore. Maar ook het kijken naar wat gas potentieel heeft in de lokale markt. Hoe kunnen wij als land profiteren van de aanwezigheid van natuurlijk gas, wat een schone brandstof is. Er komen een aantal voorstellen uit, hoogstwaarschijnlijk. Dat is het idee waar de regering dan mee verder kan. We praten tegenwoordig allemaal over gas en olie. Hoe belangrijk zal dat voor Suriname zijn? Nou, als inkomstenbron, zodra er productie is als inkomstenbron, wordt het zeer, zeer significant. Het is waarschijnlijk ook te verwachten dat zodra er een investeringsbeslissing is, dat dat al meteen een positief effect zal hebben op de vooruitzichten van dit land. En dat is heel belangrijk voor de situatie waar we nu in zitten. En ik zie heel veel mogelijkheden daarvoor. Ik zie heel veel potentieel daarvoor. Maar dat gaat in eerste instantie om olieproductie. Mogelijk gevolgd door productie van de geassocieerde gassen die gebruikt kunnen gaan worden lokaal en misschien ook voor export. Dus dat moet toch gezien worden. Maar het is eigenlijk een vervolgproject op het olieverhaal. En er zijn nog allerlei varianten. Dat gaan we als studiegroep doornemen en op basis daarvan aanbevelingen doen. Staat er ook een samenwerking in de planning met Guyana? De president sprak daarover. Dat is zeker iets waar we naar kunnen kijken. Ik ken de inhoud van die gesprekken nog niet. Er is natuurlijk veel
synergie tussen de twee landen. Er is natuurlijk al een gas-to-power project aan de gang. Met het Stabroek Partners, die zijn een pijpleiding aan het aanleggen. En er wordt een gasgestookt energiecentrale wordt er gebouwd op de West Coast Demerara. Dus dat is een fantastisch mooi project voor het land. Dat zal het land veel goed doen door het verlagen van de energieprijzen. Dat is wat ik lees in de pers. Ik ben er zijdelings of nou eigenlijk niet bij betrokken, maar een hele positieve ontwikkeling. En ik hoop dat in de toekomst op een bepaalde manier we zulke dingen ook kunnen gaan doen in Suriname. En daarbij is regionale samenwerking. En dan moet u eigenlijk ook denken aan Brazilië, want die hebben ook een grote energievraag. Dat zei de president nogmaals over het overleg met Brazilië, Guyana en Suriname en Arco Norte. Dat ook meegenomen wordt in onze hele studie die zal gaan plaatsvinden. Als studiegroep, hoe gaan jullie als eerste aan de slag? Ja, dat is nog een beetje een open boek. We komen hier bij elkaar en dit is gewoon gezellig. Het is leuk om iedereen te ontmoeten. We kennen natuurlijk allemaal wel wat mensen al, maar er zijn ook nieuwe gezichten bij. Er zijn ook nog mensen die er nu vanavond niet bij kunnen zijn. Dus ik denk dat dat duidelijk wordt naarmate wij onze eerste meetings hebben. Maar we gaan er wel met energie tegenaan en ook in coördinatie met ministers proberen om dit heel snel in goede banen te leiden. En dat was Focus. Mag ik u bedanken voor uw aandacht. Goedenavond.